Ik ga wel even rustig lopen. Hi hondje. Ja, je komt nou wel op beeld, schat. Sorry. Ja, dit is, oh, sorry. Dat is namelijk even mijn vlog, schat. Dat ik aan het filmen ben. Ja. Dus u komt er ook op. Sorry. Dat geeft niet. Toch een partij werk in. Dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, dan moet je erachter. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 20 november 2021. En het is nu 2:15 in de middag. Ja, en ik zit op de fiets. En ik neem jullie gewoon gezellig mee vandaag. Rodi heeft even een ander afspraakje. Ik zou eigenlijk meegaan, maar ik voel me niet helemaal goed. Maar daar ga ik met jullie even onderweg over praten. Helaas kan ik mezelf niet filmen. Maar ik ga wel even onderweg lekker met jullie praten. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee waar we nou lekker naartoe gaan. Deze school. Op deze school heeft Roderick nog gezeten. En dit was vroeger een school. Dus eventjes voor jullie is wel leuk. Dus we gaan weer verder. Ik ga weer leuke dingen met jullie laten zien in deze mooie omgeving. Den Haag. Is toch zo lief. Kijk dan. En dan ook nog waarschijnlijk jonkies. Maar ja, dit wou ik jullie even laten zien. En dan gaan we weer verder. En dan ga ik even zo doen.
En zo, en dan gaan we weer verder, wat ik al zei, met onze tour. Ja, zo we staan heel veel. Ik ga wel even rustig lopen. Hi hondje! Ja, ja, je komt nou wel op beeld, schat. Sorry. Ja, dit is, oh, sorry. Dat is namelijk even mijn vlog, schat. Dat ik aan het filmen ben. Ja. Dus u komt er ook op, sorry. Oh, dat geeft niet. U kan me volgen op YouTube. Oké. Okay. Dus ik zal even een kaartje pakken. Kijk. Leuk. Dus dit is even dus een nieuw concept om te kijken of het aanslaat. Gewoon even een leuke route door de buurt heen rijden. Dat is grappig. Mijn vriendin Luc van den Berg. Oké, okay. Ja, dat is heel toevallig, ja. Dus, succes. Dank u. En als u mij wil vinden, is het Karin van de Werk. Ja, ik zie het aan. Helemaal goed. Top. Hey, is goed. Graag gedaan. Hoi. Zo. Ik ben weer lekker thuis, ja. Na ruim een uur en een kwartier te hebben gefietst. Ik wou eigenlijk niet eens zo lang. Ik had ook al tegen Roger gezegd, ik zou ongeveer een half uurtje fietsen of zo. Maar een half uurtje, nou dat was dus een uur en een kwartier. Maar ik ben nou wel back off, ik ben moe. Maar oké. Ik hoop dat jullie ook weer een stukje hebben genoten. Ik maak hier ook even een aparte vlog van, sowieso. Dus ik ga nu eventjes een vlogje editen. Wat ga ik nog meedoen eigenlijk? Weet ik niet. Gewoon even lekker tot mezelf komen weer. Ik heb gewoon onwijs veel pijn. Maar ja, Agnes, dat is gewoon een zenuwpijn. En ja, het komt dus terug. Nee, dat is niet leuk. Het is vermoeiend, het is zwaar, het is psychisch zwaar. Maar ik rochel me er wel doorheen, zeg maar. Ja. Samen met Ro en met mijn begeleiders en met mama. En ik moet papa nog eventjes berichten dat mijn pijn ook weer terugkomt. Dus samen met mijn sterke achterban kom ik er wel doorheen. Alleen mijn achterban die woont niet hier in de buurt, zeg maar. Dus en het is ook gewoon dan weer veel van de dames genieten. En Leni ligt lekker daar op de bank, zoals je kan zien. Daar, hier. Hé, Leed? En daar ligt Lovely. Waar ligt Beauty dan? Beauty, waar ben jij? Oh, daar lig jij. Hi, schatje. Nou, wat ik al zei, ik ga even een vlogje editen. En eens even kijken hoe ver ik kom. Moet je even slippen, jongen, met je Seat Leon. Mooie ster buiten. Wow. Hier zit toch een partij werk in. Ja, dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, en allemaal weer eraf te halen. Oh, dit is toch een partij werk. Ja. Oh ja, ik wil je zo meteen nog wat vertellen. Is leuk. Dit is toch een partij werk.
Zo, ik weet niet hoe ik aan deze blauwe plek kom, maar is niet goed. Maar oké. Mag je een middelvinger en naar een beveiliger opsteken? Ja, leuk, je komt erop. Dank je. Maar mag je dat, schat? Lief? Mag je een middelvinger en naar een beveiliger opsteken? Nee, maar in functie, hè? In functie. Ja. Ja, maar dat deed ik wel. Dat kan leren. Niet de politieagent is. Ja, dinsdag. Doe ik dat weer even. Nee. Oh, ik kan nog lachen, maar doet zeer. Lachen doet zeer. Is niet handig, maar. Ach ja, maakt niet uit. Maar ik deed dus net wel inderdaad een middelvinger naar een beveiliger. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Is leuk. Middelvinger naar een beveiliger opsteken. Is grappig. Dus. Ja, je staat er nu mooi op hoor, ja, op mijn video. Ja. Ja? Over een week komt dit online, op YouTube. YouTube? Oh. Ja. Gewoon, ik vlog. Ja, gewoon. Waar kun je nu? Nou, daar ben ik mee bezig. Als je mij gewoon, zo. Dit zijn gelijk twee kaartjes deze. Oké, dankjewel. Als je gewoon Karin met de CF intypt, ja? En dan Van der Werf, en dan kun je me vinden. Oké, dat is goed. Yes? Hoi. Dus ja, nou, Roos is alweer naar de auto. Dus ik zie hem nog lopen, scheelt je? Oké, je kan hier naartoe. Ja. Ach ja. Ik ga nu ook lekker rustig lopen naar de auto. En dan ga ik even instappen en dan gaan we weer richting huis. Ja, ik ben moe. Ik ben kapot, nu alweer. Ja, ja. Wow. Ja. Ja mensen, ik kan niet slapen en door de pijn. Het is nu alweer dit, in het midden in de nacht. Ik ga nog even tv kijken en even kijken of ik gewoon misschien op de bank lekker in slaap val. Kijk dit licht dan. Lief. Ja, ik lig lekker op bed. Lekker, 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 lekker. Heerlijk. Maar, dat betekent wel dat ik lekker deze vlog lekker gezellig met jullie af ga sluiten. Ja. Dus, vond je deze vlog nou wel leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, doe het belletje aan. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan krijg je of een reactie terug of een hartje. Want ik heb niet altijd de tijd om een reactie terug te plaatsen. Maar ik lees het wel allemaal. Dus... komt helemaal goed. En als ik hem lees, dan kom ik ook er wel weer terug in de vlog. Dus dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.